Voor de vrouwen van PSV FC Eindhoven begint op vrijdag de competitie met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Ook dit jaar wil de ploeg van Nebojša Vukovic hoge ogen gooien. De doelstelling is gewoon voor de allerhoogste haalbare te gaan. En als dat gaat blijken dat het kampioenschap is, dan is het kampioenschap gaat die blijken dat vijfde plek is, dan is vijfde plek. Maar dat kunnen wij nu nog niet bepalen. Pas in de laatste 4-5 ronden van competitie wordt kampioenskandidaten bekend. Dus wij daar houden ons niet bezig. Voor ons is nu alleen belangrijk eerst de volgende wedstrijd. We hebben een goede voorbereiding gehad, dus in principe zijn we klaar om te starten. Het is ook altijd even afwachten hoe het gaat, maar we kijken al uit naar weer de start van de competitie. Trainer en speelsters hebben er dus zin in. Het vertrouwen is groot en dus zou het zomaar eens een mooi seizoen kunnen worden. Die groep is goed genoeg om bovenin mee te draaien. Die groep is goed genoeg om voor elke week voor 3 punten te gaan. En wij weten wel dat morgen wacht ons een heel zware wedstrijd. Ik denk wel dat Heerenveen een sterke ploeg is. Dat we het, dat die ook al aardig wat versterkingen hebben ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben we het na 2 keer best wel lastig tegen gehad. 2 keer gelijk spel. Dus ik verwacht wel een spannende wedstrijd. En we zullen er meteen een volle bak voor moeten gaan. Heerenveen is een van de ploegen die kan eigenlijk dit seizoen voor de verrassing te zorgen. Die zitten ze nu in de topvorm. Hebben ze goed in elkaar gewaagd, elftal. Hebben ze heel veel kwaliteiten. En wij zijn daar bewust van en wij weten dat wordt niet makkelijk. Ik denk dat we in de breedte wel de selectie wel beter is geworden. Dus ook dat we de kwaliteit in de breedte gewoon wel beter hebben. Dus dat we makkelijker mensen kunnen vervangen. En dat het gewoon dat er dan een gelijkwaardige speelster bij komt. En in dat opzicht is de concurrentie gewoon vergroot. Dus dat is gewoon voor het team gewoon alleen maar goed. Dus ik denk dat we gewoon wat completer zijn geworden als team. Dus dat belooft veel goeds, hoop ik. De aftrap vanavond op Sportpark Schotterswald in Heerenveen is om 19:30. Komende dinsdag speelt PSV de eerste thuiswedstrijd op de hertgang tegen Anderlecht. En dan is de aftrap ook om 19:30.